Ja, dat was niet de bedoeling. Dat was echt niet de bedoeling. Mama? En hoe was de voorstelling? Oh ja, wel oké. Tot hem opeens aan een plank ging hangen. 3 uur lang. Daarna zijn we maar vertrokken. Verder was de voorstelling van de bovenste plank. Een hoog niveau. Vreemd is dat in de zoektocht naar liefde. Ik kom altijd in dit soort situaties terecht. Jij ook, dat voel ik. Dat is beter. Ah, deze moeten thuis maar eens proberen. Dat had ik in 2 minuten vol, hè? Oh. Oké, ik ga schuiven. Ik kan niet schuiven. Slecht plan. Ze zeggen altijd, je bent maar zo goed als je laatste voorstelling. Dat is het meest sadistische applaus dat ik ooit heb gekregen. Ja, maar hey, als je zo... Amai, met een lasagne. Als je zo denkt... Je bent maar zo goed als je laatste daad, eigenlijk. Zo goed als je laatste daad. Als je zo denkt, dan is Hitler eigenlijk een held. Nee, want Hitler heeft wel Hitler vermoord. Aha. Oh, rustig. Allee, goed. Ik zal de voorstelling daar maar vanuit hier verder spelen, zeker. Ik was laatst in de gamma. Ik heb daar een plank gekocht. En dat was het. Als ik nu zo... Wel tricky. Slechts 3% van de koppels slaagt erin om een leven lang bij elkaar te blijven. 3% is toch niks? Pak nu jullie als voorbeeld. Wie van jullie is er deze ochtend wakker geworden? Vingers? Oei, toch ook wel heel veel mensen niet. Dat is wel bijzonder. Oké, wie van jullie is er deze ochtend wakker geworden naast de liefde van zijn leven? Vingers? Die verwarring daar spreekt boekdelen. Daar. Het liefst van al zou ik nu naar iemand thuis willen rijden. Met haar in bed willen kruipen. Over niets hoeven te praten, niks hoeven te zeggen. Dat zij dan zou zeggen... Hoe was het? Uw dag. Dan zou ik zeggen, wist je dat de katamaran is uitgevonden door George Katamaran? En dan zou zij zeggen, ho, denk niet dat dat klopt. En dan zou ik zeggen, aha, als hij het niet heeft uitgevonden, dan heeft hij het zeker mee helpen perfectioneren. En dan zou zij zeggen, ik zie u graag. Dat zouden willen. Maar dat kan dus niet.
Dus ja, daar hangde wij maar een plank in een Arenberg in Antwerpen. En daar hangde dan. Ja, dit is goed. Weet je wat het ergste van de zaak is? Hier zit 600 man op te kijken. En er is niemand die zegt, kom, we gaan even helpen. Nou, ja. We gaan het misschien niet geloven, maar ik ben kapot. Kom er ook op, man. Op zo'n act. Wat kan ik zeggen? Het is een vak.